van de handhaving. Als u het niet weet, je weet toch de regels? Dat weet jij niet van. Dan weet niemand het in Nederland. Ja, dat gaan gewoon aan. Ja, ze bedreigen me in de zin dat ze dus elke keer zeggen dat ze terug gaan komen. Waarom moet ik alleen mijn auto weghalen? Nee. Ga nou weg. Zo. Een van de handhavers heeft er echt eigen hand genomen. Hij heeft bonnetjes lopen uitschrijven aan de ondernemers die hem eigenlijk min of meer weggestuurd hebben. Wat vindt u daarvan? Op het moment dat je zelf continu verkeerd parkeert op dat terrein, dan ga je niet een bon uitschrijven voor iemand die daar ook een fout heeft gemaakt. Dat ruikt echt een beetje naar pesten. Dat is natuurlijk heel flauw pestgedrag. En juist gezien de hele voorgeschiedenis vind ik dat eigenlijk dat echt niet kan. Gelukkig is die man dan ook aangepakt. Ik vind het fijn dat die zijn excuus heeft aangeboden, want die verkeerde niet in de positie om daar bonnen uit te delen. Daar ben ik toch pesterij of niet? Daar heeft het wel de schijn van. Als handhaver hoor je toch te gedragen. Dit is toch een vorm van misdraging? Dit is toch een vorm van pesterij? Nou, ik weet niet of ik het een misdraging of een pesterij zou noemen. Maar als iemand zijn excuses aanbiedt, en dat heeft mijn handhaver gedaan, dan zeg je dus, ja, inderdaad, dat klopte niet. En toen heeft de betreffende handhaver, die daar zelf parkeerde, een bon op dat raam geplakt om, als het ware, te, mag ik zeggen, pesten? Plagen. Die bon was niet helemaal goed ingevuld, dus het was misschien niet zijn echte bedoeling. De handhavers, wanneer haalt het nou eens een keertje op met de misdragingen? Vandaag. Want we hebben afgesproken dat dit niet goed is. Ze hebben een voorbeeldfunctie. En ze gaan het niet meer daar parkeren bij de VEBO. Jullie hebben dit goed aan de orde gesteld, maar zullen we er nu een enorme schep zand over gooien? Want het is opgelost. De burgemeester ging ook mee met dat hele lulkoekverhaal van ja, er zit geen hek of er zit geen slagboom. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vond ik toch een beetje een vaag verhaal. Ik denk ook dat ik binnenkort maar eens een frietje ga eten daar bij de VEBO om eens even ter plekke in ieder geval ook met die mensen te praten en te zien hoe het daar precies uitziet. Maar zeker mensen van Stadstoezicht en van Citeon horen te weten hoe die terreinen zijn en wat privé is en wat niet. Ik ben niet zo tevreden met dat antwoord van de burgemeester, eerlijk gezegd. Maar is het niet zo dat handhaven zich horen te gedragen ten alle tijden? Dat ben ik helemaal met u eens. En hoe verklaart u dan uw misstappen continu? We zijn allemaal mensen. Als ik een keer verkeerd parkering zeg, hey, we zijn allemaal mensen, wordt mijn auto niet weggesleept? Dat hangt ervan af hoe u hem parkeert. Als dat gevaarlijk is voor het verkeer, dan gaan we hem wegslepen. Opgelost, dus voortaan gaat het niet meer gebeuren. Kunnen we uw woord hier voor aannemen? Ik vertrouw erop dat u bij mij komt zeggen van sukkel, het is weer gebeurd. Dus je hebt de boel niet onder controle als het weer opnieuw gebeurt. Laten we hopen dat dat niet nodig is, meneer Goos.